Door drugs te nemen kom je in een andere state of mind. Maar heb je echt middelen nodig om een drugservaring te krijgen? Nou, vandaag testen wij of we door hypnose high kunnen worden. Nicolette, wat ga jij doen? Ik ga aan de paddo's. Zodra je daar? Ik ga voor mijn oude vertrouwde vriend de alcohol. Wat nieuw. En ik ga voor de MDMA. En daar worden wij zo meteen gehypnotiseerd. Spannend! Edwin, jij gaat ons zo meteen hypnotiseren. Ja. Heb je zelf nou wel eens drugs gebruikt? Ik heb jarenlang zelfs drugs gebruikt. Cocaïne, wiet, paddenstoelen, LSD, GHB. En dan ook onder hypnose? Ja, later. Ja. Later dat ik hypnose, het fenomeen hypnose ontdekte, heb ik dat zelf ook ervaren onder hypnose. En dat is beter, want dan kan je terug naar de eerste keer dat je het deed. En dat is vaak het beste. Nou, wat hypnose is, kan ik het beste uitleggen aan de hand van een alledaags voorbeeld. Er is iets wat we noemen snelweghypnose. Dat hebben de meeste mensen wel eens meegemaakt. Dat als je vaak hetzelfde stuk rijdt in de auto, dan kan het je overkomen dat je op een gegeven moment ergens bent. En dat je denkt, van, oh, ben ik hier al? Dat noemen we trance of hypnose. Na een paar concentratieoefeningen is het tijd voor Nicolette om als eerste onder hypnose te gaan. Ze gaat proberen een paddo-trip te ervaren. De effecten van paddo's zijn hallucinaties, lachbuien en verlies van tijd en ruimtebesef. Misschien voel je al wel dat er een bepaalde bittere smaak in je mond komt. Net als die ene keer dat je die paddo's had genomen. Het komt dan in je maag. Het geeft een heel apart gevoel in je maag. Het zijn de beste paddo's die je ooit in je leven hebt gehad. Maar ik zit wel heel diep in de bank. Het is een apart effect, hè, van paddenstoelen, dat je in die bank zit. Ik voel me nu een patatteke. Je voelt je nu een patatteke? Wauw. Wow. Oké. Okay, een hele grote frietzak. Je bent een hele grote frietzak geworden. Heel diep. Heel diep. Vlaamse friet. Sjouw, dat ziet er goed uit, hè? Sjouw, ja, dat is waanzinnig, hè? Zo direct tel ik je terug van 1 naar 5. En bij 5 ben je helder, fris, helemaal alert. We zijn helemaal weer in het hier en nu. 3, 4 en 5. Ogen open, helder, fris, helemaal alert. Helemaal in het hier en het nu. Hi. Huh? Maar ik weet dus wel dat ik heb gespaced. En je zit er echt. Je bent het echt. Ik heb echt een soort van paddo-gevoel gehad. Echt. Echt? Ja, echt. Ik wil nu ook. Mijn kaak die hangt nog steeds op de vloer gewoon. Dat is gek, man. Ja, deze paddo's, deze kun je vaker nemen. Serieus. Met hypnose kun je teruggaan naar opgeslagen herinneringen in je hersenen. Het werkt dan ook alleen als je al eerder drugs hebt gebruikt. Nicolette tript dus eigenlijk op haar eerdere paddo-ervaringen. Oké, nou, compleet straalbezopen raken zonder een druppel alcohol in je lichaam. Het klinkt nog super vaag, maar ik geef me over aan de hypnotiseur en ik kijk wat er gebeurt. Dan wil ik dat je denkt, terwijl je zo heerlijk ontspannen bent, aan die keer dat je echt straalbezopen was. Wat dronk je daar toen? Witte wijn. Witte wijn. Bij alcohol vallen je grenzen weg, je wordt luidruchtiger en hebt moeite om je evenwicht te bewaren. Ga maar even rechtop zitten. Je blijft gewoon in dit gevoel op. Je blijft gewoon in het goed gevoel. Hier neem even wat te drinken. Is lekker. Voel je? Zaraida drinkt natuurlijk gewoon water. Ja, dat is wel geinig dit. Beetje duizelig. Niet te veel drinken. Nee. Lekker aan het drinken, hè? Of heb je er al op ongeveer? Denk je? Een paar. Ik ga voor alles zitten. Iets stabieler. Dit is wel het dronken hoofd, hoor. Die hangende ogen. Ja, oh, ja. Hangen mijn ogen? Ja? Wil je jezelf even zien? Als ik bij 5 minuten je ogen open, ben je helder fris. 5. Hallo baby, you're back. Hoe voel je je? Vaag. Ik heb wel heel veel zin in. Ik hoop gewoon dat het bij mij ook lukt. Alles maakt dat je je beter kan concentreren. Je bent heel ontspannen. En terwijl je zo heerlijk ontspant, kan je misschien nog momenten herinneren dat je MDMA hebt gebruikt. Misschien die ene keer, die zo. Ja,
Die is helemaal te gek. Als je die muziek hoort, doe je ogen op en voel je je 10 keer beter dan dit. Oh mijn god, wat is dit fijn. Mijn kaak trilt gewoon heel erg. Ja. Ik vind het heel goed spullen. Ja. Het is echt het beste. MDMA-gebruikers voelen zich euforisch en gaan vaak met knarsende kaken helemaal op in de muziek. Het is zo gek, want ik zie jullie hier gewoon staan. Ik voel me echt anders. Ja. Ik voel echt dit en droog. Maar kan je me nu dus ook weer meer geven? Tuurlijk, ik ben de huisdealer. 5. Ik voel het echt weggaan. Ja. Oh, dit is bizar. Oh, jeetje. Geur. Ik voel het echt weggaan. Laat het maar lekker uit je stromen. Jeetje. Ik heb nog nooit zoiets gezien, gewoon. Nee, maar dit is echt bizar. Jezus, wat voelde je? Nou, ik voelde vooral... Ik voelde zeg maar niet emotioneel, voelde ik het niet heel erg. Ik voelde vooral echt nog, nu nog de symptomen. Dat het gelukt is. Ja. Ja, en gewoon zonder drank en drugs wel die totale, ervaring krijgen. Ja, ik had hem niet verwacht. Ik weet nog steeds niet hoe het is gelukt. Maar we hebben het meegemaakt, gasten. Ja. Zullen we even voor de real deal gaan en gewoon even een borreltje drinken om de hoek? Ja, eerst is van mij. Kom op. Kijk eens dat je dat ook weer terug ziet, hè? Maar het is alsof je droomt. Dus je kan het sturen en je bent erbij. Maar het gebeurt je ook echt. Wil je meer weten over dit onderwerp? Wat ik me zo kan voorstellen.